Dames en heren, je kijkt naar de power-up van Indiana Jones op Banjo Town. Jongens en meisjes, het zat eraan te komen dat er een power-up verschijnt op Banjo Town van Indiana Jones. Een geweldige held die wordt gewaardeerd. We kennen natuurlijk Indiana Jones van een hoop films. Denk aan natuurlijk de nieuwe... Ik kijk even voorzichtig, Kingdom of the Crystal Skull. Zie je, ik kan gewoon die titel niet onthouden, want de film valt een beetje tegen. Vinden een hoop mensen. Ik vind hem ontzettend gaaf. Maar waar wij het gaan overhouden is de allereerste film. En dan gaan we helemaal back in roots. Oh, dan heb ik gelijk de verkeerde gepakt. Ook de verkeerde. Raiders of the Lost Ark. It's like nothing you've ever gone after before. Indiana Jones die heeft maar één levensdoel. En dat is de wereld afreizen op zoek naar archeologische rijkdommen. Dus hij is gewoon op zoek, dat is gewoon zijn hobby. Natuurlijk, naast zijn hobby is hij natuurlijk ook gewoon leraar op een school. Dan geeft hij natuurlijk geschiedenisles. Hoe kan het ook anders? Ja, Indiana is gewoon een avonturier. En hij is voor niks bang. Oké, voor één ding is hij bang en dat zijn slangen. Hele glibberige slangen. Always knew someday you'd come walking back through my door. Do you realize what the Ark is? It's a transmitter. It's a radio for speaking to God. Zijn tegenstrever, dus zijn vijand, is Belloc. Dat is een Franse archeoloog in dienst van Nazi-Duitsland. En laten we zeggen dat het gewoon een flinke concurrent is voor Indiana. En concurrentie is nooit fijn, en vooral in de archeologie. Dat wil je gewoon niet, dat wil je echt niet. Indiana die krijgt de opdracht om de Ark te vinden voordat de nazi's dat doen. En ja, kijk, dan krijg je natuurlijk weer een heel spannend verhaal, want dan wordt het een soort tijd van tijd, een nekrace. Kijk, Indiana die ziet het, maar de Duitsers, zeg maar, of die Belloc, die komt erachter van, hij heeft het gezien, laten we achter hem aan gaan. En dan grijpen we hem op het einde. De film zit best wel leuk in elkaar. Ik vind het een ontzettende klassieker. Het is echt een klassieker. Heb je Indiana Jones nog niet gezien? Ik zou beginnen aan de eerste film. Indiana, ik zal weer weinig spoilen zoals we beloven elke week. Indiana gaat op zoek naar de Ark. En hij zit verborgen helemaal onder het zand ergens. Heel diep. En hij moet best wel diep graven. Ja, letterlijk en figuurlijk. Om ja, die schat te kunnen vinden. En ja... Indiana is ook een beetje, ik vind Indiana ook een beetje een, hoe noemen ze, een hitman. Ja, klinkt misschien raar, maar ik vind Indiana Jones ook een hitman. Ik bedoel, hij vermoordt mensen. Nou ja, vermoord, hij maakt ze bewusteloos. Dan steelt hij die kleding en dan is hij gewoon een ander personage. En dat vind ik eigenlijk dat Indiana Jones, daar werd het eigenlijk geboren. Het verkleed verhaal van, kijk mij nou eens even, ik ben Adolf Hitler, weet je wel. Dat je dat dan, ja, dat is wel een heel groot voorbeeld, maar ja... Gewoon, dat je dat goed kan zien. De film duurt bijna 2 uur. Dat betekent 2 uur grappen, grollen. Er zit namelijk humor in, actie, spanning, sensatie. En ik vind dat op het einde van de film is op voor 12 plus, dus 12 jaar en ouder. Ik vind op het einde, er zit toch wel een aantal smerige dingetjes bij. Dat ik denk van, dat zou ik mijn kind toch niet graag willen laten zien. En dat maakt de film ook wel heel erg vet namelijk. Dus, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Heb jij het einde gezien van de film? Laat het weten zonder spoilers. Wat vond jij van het einde? Ik hoop dat jullie dit leuk vonden, de power-up. En als je de film niet hebt gezien, schaam je even dood. Want Indiana Jones is een klassieker. En wie weet doen we deel 2 ook wel in een power-up. Het is aan jullie. Willen jullie het? Laat het, geef het door. En tot de volgende power-up. Bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet niet te abonneren en geef een blauw duimpje. Een blauw smurfen duimpje. Tot ziens. Doei doei. I'm Bond. Indiana Bond.